Oké. Fourier-analyse, we gaan kijken naar de coëfficiënten in de Fourier-serie. En dan kijken we eerst naar de coëfficiënt A0. Die A0 is eigenlijk een soort, je zou het kunnen, een soort evenwichtstand bij het getij ook. En die A0 van dit signaaltje hier, ik heb een bloksignaal waar de min k en plus k. Eigenlijk staat hier, integreer nou eens die functie fx van min pi tot pi. Nou, als je nou gewoon kijkt naar dat plaatje, dan integreren is niks anders dan de oppervlakte bepalen. Nou, deze oppervlakte is niks anders dan basis keer hoogte. Vlakte 1, oppervlakte 2, area 1, is dan pi keer min k is min k keer pi. Dat is de oppervlakte. Oppervlakte 2, als je die zou willen breken, is pi keer k is k maal pi. Als ik ze ga optellen, dan is de oppervlakte 0. Want onder en boven zit evenveel, het is tegengesteld. Nou, en uit dat plaatje volgt ook dat die A0, die middenstand, dat is precies die tijdsas. Want er zit evenveel onder als boven. Als je nou een signaal hebt wat iets verschoven is, dus wat iets hoger ligt of iets lager, dan heb je wel een waarde van A0. Oké, dat is 1.